deze nieuwe video. Dit is vandaag weer een extra video deze week. Dus deze week komen er 3 video's. Zondag komt dus de volgende. Ik heb vandaag weer een video in samenwerking met Ethos. Voor de mensen die mijn vorige Ethos video niet hebben gezien. Ik ga voor in ieder geval een half jaar lang 1 keer in de maand een video maken samen met Ethos. Ik krijg elke maand een soort van opdracht binnen van Ethos. En dit keer was het back to school. Dus ik ga vandaag een back to school make-up look maken. Ik hou het heel makkelijk. Heel betaalbaar, want ja, het is Ethos. Alle make-up die ik vandaag gebruik is ook van de Ethos. Je kunt het allemaal daar kopen. En aangezien het augustus is en binnenkort weer iedereen begint met school, is het wel leuk om zo'n soort video te maken. Dus ben je benieuwd naar deze video? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we al snel door met de video. Oké, nou we gaan het heel makkelijk houden, want in de ochtend niemand heeft zin om zich een uur lang op te maken voor school. Ik denk ook dat niet veel mensen dat doen. Voor mij is het al een tijdje geleden dat ik op school zat. 3 jaar geleden, de laatste school waar ik op zat was HBO. Ik heb ook MBO gedaan en VMBO, dus ik heb heel lang op school gezeten. Ik moet wel zeggen dat mijn make-up looks van VMBO, MBO en HBO heel erg verschilden. Ik deed het minste make-up op bij VMBO, iets meer bij MBO en het meeste bij HBO. Daar had ik ook helemaal nep. Wimpers af en toe en heel die dingen. Ik heb echt tijd in de ochtend. Ik heb echt zin. Maar ik wil het gewoon vandaag bewust heel makkelijk houden. Want ik weet dat gewoon de meeste mensen niet veel make-up op doen. Nou, normaal begin ik met primer. Maar omdat het ochtend is en we hebben niet veel tijd en we willen snel naar school en we zijn te laat opgestaan, ga ik niet primen. Ik ga gewoon meteen beginnen met foundation. Ik persoonlijk heb echt heel mijn leven lang best wel zuivere huid gehad, waar ik heel happy mee ben. Dus ik deed eigenlijk bijna nooit foundation op. Maar ik weet dat heel veel mensen, vooral bij de VMBO fase, toch wel een moeilijke huid hebben. Dan hebben de meeste mensen vaak puist en acne. Dus ik weet dat gewoon veel mensen wel foundation opdoen. Dus dat ga ik vandaag ook doen. De foundation die ik heel geschikt vind voor school is de Rimmel London Match Perfect Foundation. Ik heb hem in de kleur, even kijken waar de kleur staat. Ik kan nooit vinden. Oh, soft beige. 200 soft beige. Dit is een medium dekking en hij brengt gewoon makkelijk aan, snel aan. Het is niet te veel op je gezicht, dus ik vind deze heel fijn. En deze foundation is rond de 15 euro volgens mij. En wat ik het makkelijkste vind om foundation mee aan te brengen is een spons. En de Real Technique spons vind ik heel erg fijn. Is ook te koop bij de Ethos en ook betaalbaar. Deze is rond de 6 euro. En dan breng ik gewoon een beetje foundation aan op mijn spons. En dan ga ik het gewoon zo aanbrengen op mijn gezicht. Ik ben ook echt op de hoogte van het feit dat heel veel meiden gewoon echt alleen maar mascara opdoen en een glossje op de lippen en klaar. Dat kan ook, maar om een video te maken met alleen maar mascara en een gloss slaat nergens op. Ik ga wel vandaag een beetje voor wel dat je een beetje een make-upje op hebt. Maar ja, gewoon niet te veel. Gewoon dat het wel is alsof je echt een beetje je best hebt gedaan. En er gewoon een beetje mooi uitziet met iets meer make-up. Maar ik wil het gewoon wel heel makkelijk houden. En vooral snel, want ja, ochtenden, je hebt gewoon niet veel tijd. Nou, heel vaak, vooral in examenweken, zijn heel veel studenten nog heel laat op. Omdat ze nog moeten studeren en leren voor tentamens en dat soort dingen. Waardoor ze dus hele lange nachten hebben en weer heel vroeg moeten opstaan. En daardoor krijg je snel wallen. Dus daarvoor heb je concealer. Dit is de Essence Stay All Day 16 Hour Concealer. Ook deze heeft een medium dekking en ik heb hem in de kleur 20 Soft Beige. Dus concealer is altijd heel handig en je kunt het gewoon snel opdoen en je bent klaar. Wat ik dus vaak deed was geen foundation, maar dan wel concealer. En dan ja, was het toch alsof ik wel wakker was. Maar ja, toch gewoon niet te veel make-up op had. En dit blend ik ook gewoon weer makkelijk uit met de Real Techniques Spons. Nou, omdat je dan nou best wel veel liquids op hebt en je niet wil dat het door de dag heen gaat creasen, is het belangrijk dat je wel nog even snel afkomt. Ik ga vandaag de L'Oreal Paris True Match poeder gebruiken. En dit is in de kleur Golden Beige. En die ga ik gewoon over mijn hele gezicht doen. Gewoon even heel snel met een hele grote kwast. En dit doe ik normaal iets minder snel. Maar ja, ik wil het gewoon vandaag lekker snel doen. En dit is de snelste manier om je poeders aan te brengen. Breng het ook goed aan onder je ogen. Want daar heb je allemaal concealer.
Ja, en het is wel belangrijk dat die wordt afgepoederd. Oké, dan ga ik door met ogen. Ik ga absoluut geen oogschaduw opdoen, want dat is echt heel extra. Dat mag je natuurlijk doen als je dat wilt, maar de meeste mensen gaan dat niet helemaal doen. Ik denk dat de meeste mensen alleen misschien een beetje eyeliner opdoen en that's it. Maar ook dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon even een beetje mascara opdoen. En ik ga de Essence The False Lashes mascara gebruiken. Mijn nummer 1 favoriete Essence mascara is echt deze. Ik vind deze zo fijn. En die ga ik gewoon even snel doen. Ik moet wel zeggen, omdat ik dus echt bijna geen wimpers heb. En die heb ik ook echt nooit gehad. Deed ik wel altijd nep wimpers op. Echt altijd. Ik ben iemand die die gewoon elke dag opdoet. Maar ik moet ook zeggen, het is niet echt heel veel moeite voor mij. Omdat ik ze dus zo vaak opdoe dat ik het echt op heb binnen een minuutje. Dus het gaat super snel voor mij. Maar ja, ik denk dat ik dat vandaag niet ga doen. Maar ja, ik vind het niet zo mooi. Normaal doe ik het wel echt. Nou, dit zijn dan mijn wimpers met mascara op. Het is echt bijna niks. Vandaar dat ik gewoon altijd neppen opdoe. Voor de mensen, misschien een tip voor iedereen met hele korte wimpers. Ik doe altijd geen mascara op mijn onderste wimpers. Want mijn onderste zijn wel lang en mijn bovenste niet. En het is echt heel lelijk als dan je onderste heel lang zijn. En je hier echt bijna niks hebt. Dan is het alsof je ogen zo omlaag vallen. En dat wil je absoluut niet hebben. Dus als jij ook dit probleem hebt, doe alleen maar je bovenste wimpers. Maar als ik nep wimpers opdoe, dan doe ik wel mascara op de onderste wimpers. Nou, om iets meer diepte en kleur in mijn gezicht te brengen, ga ik ook even snel bronzen. Ik gebruik de LOV Love Sun Blurring Bronzing Powder. Dit is dus van het merk LOV. Ik weet niet of je het goed kunt zien, want hij spiegelt helemaal. Nou, zo ziet de bronzer eruit. Heel mooi. Ik vind hem best wel chic. Terwijl het best wel een betaalbaar merk is. Deze bronzer is 10 euro. En ik heb hem in de kleur 020 Seductive Bronze. Je had hem in twee kleuren. En dit was de donkere kleur. Oh, de mascara was echt rond de 2-3 euro. Echt super goedkoop. En dit ga ik gewoon een beetje zo doen bij mijn grote voorhoofd. Zodat hij iets kleiner wordt. En het is een matte bronzer. Een beetje hier, onder mijn jukbeenderen. En een beetje bij mijn kaak en dan ben ik eigenlijk ook klaar. Wauw, ik vind het echt een hele mooie bronzer. Dit is de eerste keer dat ik hem gebruik. I like it. Voor de mensen die 10 euro misschien nog iets te duur vinden, ik heb ook de Essence Matte Bronzing Powder. Deze is iets goedkoper, rond de 4 euro volgens mij, van Essence. Deze ook heel mooi. Maar ik vind deze iets mooier. Zo, nou heb ik hem iets meer diepte gemaakt in mijn gezicht. Nou, om iets meer kleur aan te brengen, gebruik ik de Essence Matte Touch Blush. En dit is in de kleur 20 Berry Me Up. Een hele mooie matte blush. En ik gebruik altijd mijn Real Techniques Blush Brush. Deze Real Techniques is een beetje aan de dure kant, maar ik moet wel zeggen, je kunt er heel lang mee doen. Ik heb hem al 1,5 jaar en hij is echt nog steeds mooi. En ik gebruik deze altijd voor blush. Letterlijk altijd. En dit breng ik gewoon een beetje aan op mijn wangen. Zo, dat brengt echt meteen iets meer kleur. Ik bedacht me net, voor de mensen die echt heel veel wallen hebben, ik persoonlijk heb dat niet echt, maar er zijn heel veel mensen die dat wel hebben en die het toch echt goed wil hebben bedekt. Oh, voor die mensen heb ik nog een tip. Ik heb hier de Essence Brighten Up Banana Poeder. En als je die nog onder je ogen doet, je kunt daarvoor ook gewoon weer je spons gebruiken. Dit verlicht het echt onder je ogen. Dus dit is een stap die niet per se hoeft. Maar voor de mensen gewoon die met iets meer wallen kunnen dit ook nog doen. Dit maakt het echt een stuk lichter. En voor de mensen die niet veel wallen hebben, maar dit gewoon ook willen doen. Ik ben ook zo iemand en dit is echt heel mooi. Nou, een make-up stap die tegenwoordig ook helemaal in is en heel veel mensen doen, is highlighter. Dit hoeft absoluut niet. Je kunt het ook gewoon zo laten, maar ik weet dat heel veel mensen dit doen. Dus ook dit is weer zo'n extra stap die niet per se hoeft. Ik ga de Essence Glow To Go Highlighter Palet gebruiken. Deze is echt super mooi en ik gebruik deze kleur. Die is een beetje goud. Breng gewoon niet te veel aan, gewoon een beetje hier is echt meer dan genoeg. En dit breng ik gewoon een beetje aan op mijn jukbeenderen. Nou mensen, ik heb echt nog nooit een make-up look gemaakt zonder nep wimpers. Dit is zo raar. En je kunt ook altijd een beetje doen op je neus als je wilt. Nou en dan de lippen. Echt, ik heb iets ontdekt en ik ben er zo enthousiast over. Ik vind deze zo fijn. Dit is de Ethos Gloss. Dat is letterlijk wat erop staat, gewoon alleen gloss. Ik heb hem in de kleur... het is een High Shine Non-Sticky Gloss. En dat klopt ook echt.
En dit is de kleur My Lips Don't Lie. Een hele mooie nude kleur. Waarom ik deze gloss zo fijn vind, is omdat hij niet echt als een gloss aanvoelt. Hij is heel gepigmenteerd. Er komt heel veel kleur vanaf. En het voelt een beetje aan als een soort van lipstick gloss of zo. Dat klinkt echt heel raar, maar het brengt echt aan als een lipstick. Maar het is een gloss. En dat vind ik zo fijn hieraan. Het is heel makkelijk, heel snel. Je kunt hem ook gewoon mee naar school brengen. En hem gewoon af en toe bijwerken. Want je moet hem wel bijwerken, want het blijft een gloss. Maar ik vind deze zo fijn. En je hebt hem in meerdere kleuren. Maar dit is echt mijn favoriete kleur. Dus deze ga ik eventjes opdoen. Kijk, er komt echt heel veel pigment vanaf. En dat vind ik heel mooi. Bij een gloss is dat meestal niet. Nou, en dan is de look echt helemaal af. Nou, ik hoop dat jullie de look mooi vinden en hier iets aan hebben gehad. Ik maak deze make-up look binnen 10 minuten. Echt max een kwartier als ik een beetje sloom doe. Maar echt binnen 10 minuten. De enige twee extra stappen die ik heb gedaan die niet per se hoeven, is die banana poeder onder mijn ogen. Die hoeft niet per se. En de highlighter hoeft ook niet per se. Dus als je die twee dingen ook nog eens weghaalt, dan ben je echt helemaal snel klaar. Deze look is echt geweldig om er toch gewoon een beetje goed uit te zien op school. En vooral mensen met hele lange wimpers is het nog beter. Want mijne echt bakken er echt niks van. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. Deze video was een beetje anders dan mijn normale video's. Want ik ben normaal echt van full glam, veel make-up, veel kleuren. En vandaag is het gewoon iets meer ingetogen. Dus ik hoop dat mensen dit ook wel leuk vinden. Want ja, dit is wel de look die mensen vaker dragen dan de full glam. Hopelijk hebben jullie genoten van deze extra video. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende. Doeg!